Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Zoals je waarschijnlijk in de titel al kan lezen, ga ik stoppen met dagelijks vloggen. En ik ga je in deze video vertellen precies waarom en wat mijn gedachtegang was. Dus ik zou het ontzettend waarderen als jij de tijd zou willen nemen om deze video af te kijken. Zodat je precies weet waarom ik deze keuze heb gemaakt. Ik heb een aantal grote redenen waarom ik heb besloten om te stoppen met dagelijks vloggen. Maar voordat ik die ga vertellen wil ik eerst duidelijk hebben dat ik niet stop met YouTube. Dagelijks vloggen is gewoon een onderdeel van mijn YouTube kanaal. En in tegenstelling juist, doordat ik nu ga stoppen met dagelijks vloggen, en dat zal ik je straks ook wel uitleggen, heb ik juist tijd om meer creatieve andere dingen te doen op mijn YouTube kanaal. Dus laten we dat eerst even duidelijk hebben. Ik stop absoluut niet met YouTube. Ik stop ook zelfs niet met vloggen, alleen met dagelijks vloggen. Ik heb 3 grote redenen waarom ik ben gestopt met vloggen. De eerste reden is dat ik er gewoon geen plezier meer in heb. Ik vind het gewoon niet meer zo leuk. Ik heb het nu voor 122 dagen uit mijn hoofd elke dag achter elkaar gedaan. En ik vond het onwijs leuk voor een hele lange tijd. Ik vond het super leuk om iets nieuws te proberen. Super leuk om er elke dag mee bezig te zijn. Maar de laatste tijd heb ik die lol er niet echt meer in. En voelt het heel erg als een klusje die ik moet doen. En dat komt denk ik ook voornamelijk omdat het nu winter is. Dus de dagen zijn ontzettend kort. Er zijn heel veel familiedingen waar je heen moet. En ja, dan heb ik er gewoon niet zo'n zin in. En ik heb voor een tijd heb ik gewoon alsnog alles doorgezet om alsnog gewoon de vlogs te uploaden. Want ik vind als ik aan jullie een belofte maak, dan moet ik die ook gewoon nakomen. Maar ja, zoals ik al zei, ik had er gewoon niet echt plezier in. Ik keek er niet meer naar uit zoals ik dat in de eerste, nou ik denk 100 vlogs of zo heb gedaan. En dat maakte natuurlijk elke dag wel een stuk moeilijker als je er gewoon geen plezier meer in hebt. Want ik merkte dat ik juist heel erg veel zin had in de gaming video's. En ik had laatst een challenge gedaan met Enzo. En dat vond ik echt super leuk om de challenge te doen. En om dat te editen. En ik zat echt van, oh ja, gaat super leuk worden. En toen dacht ik, oh crap, ik moet ook nog de vlog doen. En ik haalde er dus gewoon niet echt plezier uit. En dat brengt me meteen bij punt 2. En dat is dat het gewoon niet echt bij mij past. Ik heb vloggen heb ik geprobeerd. En dagelijks vloggen tenminste. Omdat ik zoiets had van, nou, ik vind vloggen op zich wel leuk. Ik vind het zo leuk om nu en dan te filmen. En ik zou er ook graag beter in worden. Maar ik ben er in deze 122 dagen achter gekomen dat het toch niet echt iets voor mij is. Ook als ik kijk naar de dag die ik vandaag ga hebben. Er zijn heel veel dingen die ik gewoon ja, niet echt de behoefte heb om te delen. Je hebt bijvoorbeeld Maisha, die is nu al 3 dagjes ziek. Ja, ik zou daar een paracetamol kunnen geven en dan zelf op stap gaan bijvoorbeeld. Om dan iets leuks te doen voor de vlog. Maar dat is gewoon niet echt hoe ik rol en wat ik wil doen. Op zo'n dag wil ik gewoon voor haar verzorgen en bij haar zijn en met haar ook bezig zijn. En straks komen mijn broers en mijn beste vriend komen langs voor een feestje. Nou, als je de vlogs hebt gekeken, dan film ik eigenlijk nooit privé-meetings of privé-meetings, wat? privé-momenten als in zo'n etentje en zo. Ik geniet ontzettend op dat moment gewoon van iedereen en van het moment zelf. En ik kan me heel goed voorstellen dat sommige mensen het juist willen delen. Dat zie je ook heel veel met Snapchat en zo. Maar ik heb altijd dat ik dat juist niet wil delen. Net als gisteren het feestje met Enzo. Dan denk ik van ja, dat is gewoon dat feestje. Daar wil ik gewoon dan van genieten. Maar dat komt natuurlijk niet echt goed overeen met dagelijks vloggen. Want dan, hoewel je er alsnog van geniet, moet je het wel, of tenminste moet je het, kan je het laten zien aan het publiek. En ik merk gewoon dat ik dat niet leuk vind. Dus ook op een dag van vandaag denk ik van ja, er is niet echt iets wat ik per se vandaag wil delen. En soms heb ik bijvoorbeeld, als we naar Mallorca gingen, dacht ik van, oh, dit is super leuk, vakantie vind ik onwijs leuk om te delen. En er komen er ook hele leuke vlogs uit. En ik merk ook gewoon voor mezelf dat als ik de laatste tijd gewoon zelf niet echt veel zin erin heb, dan kijk ik ook de vlog en denk ik van ja, het is daardoor voor mijn gevoel ook minder speciaal, als je snapt wat ik bedoel. Dus ik merk gewoon dat ik niet echt de behoefte heb om alles te delen. En dat natuurlijk niet echt heel erg handig is als je echt dagelijks vlogt. Ten derde merk ik dat ik niet echt heel veel tijd over heb om nog leuke creatieve dingen te bedenken. Want ik heb natuurlijk de server waar nu 22 man aan werkt, waar je ja, toch veel mee bezig bent. Ik heb mijn bedrijfje natuurlijk, ik heb mijn merchandise die ik zelf doe. Ik heb de gaming video's die ik doe. Nou, ook de dagelijkse vlog en naast de privé dingen en vriendin hebben en huis schoonmaken en noem maar op. Dan merk ik gewoon dat er niet heel veel tijd over is. En op zich is het niet erg, want ik zou nu ook gewoon dagelijks vloggen kunnen volhouden qua tijdsbestek. Want ik vind het niet erg om tot 4:30 's ochtends door te werken, wat ik heel vaak voor de vlog heb gedaan. Maar ik merk gewoon dat ik daardoor niet kan zeggen van, hey, ik ga nog eens een keer een parodie doen of zo. Je hebt geen, voor mij tenminste, geen rust in je hoofd qua dat je even rustig kan nadenken. En dat je zegt van, nou, ik ga even een half uurtje brainstormen over wat misschien een leuke video kan zijn.
En dat is iets wat ik wel heel erg mis, omdat ik merk dat ik dat in het begin in de vlogs deed. Maar toen had ik dus zo'n challenge video met Enzo gemaakt en toen dacht ik van, dat is zo cool, dat is zo'n leuke content. En ik keek gewoon die video en ik zie ook dat jullie die veel meer bekijken. Die is bijna 2 keer zo lang bekeken in watchtime dan mijn andere video's. Dus ik merk gewoon dat jullie het ook heel leuk vinden als ik net even mijn best doe meer voor een video. En ik vond het heel jammer dat voor mijn gevoel daar geen tijd voor was. En ik hoop dat als ik zeg maar nu stop met dagelijks vloggen, zoals ik al zei, ik stop niet met YouTube. Ik blijf gewoon nog steeds elke dag mijn gaming video maken. Maar ook bijvoorbeeld met de gaming video's. Ja, ik zat heel makkelijk 2 uur lang aan mijn vlog te editen, maar bijna niet aan mijn gaming video. Terwijl dat voor mijn gevoel ook best zonde is, want ik zou ook heel graag juist wat meer editen in mijn gaming video's. Dat iedereen elke dag denkt van, wauw, dat is een toffe gaming video. Die moet ik kijken, in plaats van dat het meer een, ja, ik zet mijn opname aan en ik doe mijn verhaal en ik doe mijn opname weer uit, als je begrijpt wat ik bedoel. Voor mij mogen mijn video's wat specialer worden, wat meer werk ingestoken, meer edit, meer over nagedacht. En voor mijn gevoel, ik heb er lang over nagedacht, is dus de enige manier om dat te doen is om gewoon iets te laten vallen. En dat in dit geval de dagelijkse vlog dus is. Dus dat is het eigenlijk samengevat. Ik vind het niet meer leuk. Het past niet echt bij me voor mijn gevoel. Ik heb het geprobeerd. Dat was ook het hele idee van de dagelijkse vlog. Kijken of ik het wat vind. Niet echt dus op de lange termijn. En ik heb het gevoel dat ik niet echt heel veel tijd meer in mijn andere video's kan steken. En in nieuwe concepten en dat soort dingetjes. Dus vandaar de keuze. Maar zoals jullie weten ben ik heel erg dedicated. Ben ik heel erg toegewijd aan YouTube om daar keihard voor te knokken. En net zoals ik dat nu elke dag heb gedaan met de vlog, ga ik die tijd ook gewoon omzetten in andere dingen. Er zal heel veel tijd richting de server gaan om die beter te maken van Minecraft. Tijd in mijn gaming video's zitten om die toffer te maken. Dat je elke dag denkt van, damn, dat is een vette gaming video, man. En ik wil dus ook meer challenges en dat soort dingen gaan doen. Gewoon van die nog steeds in real life dingen, maar gewoon op momenten dat ik het wil delen of dat ik gewoon een leuke challenge, dat we allebei zin hebben, Maïsje en ik, om een challenge te doen of misschien met Enzo, dat het gewoon super leuk wordt. En daarnaast ben ik ook bezig afgelopen weken met een projectje voor 2017 die ook heel veel impact zou hebben op mijn YouTube zoals jullie het nu al kennen. Maar dat komt er dus in 2017 aan. Dus hopelijk kan je ook aan mij merken dat ik helemaal niet echt verdrietig ben om het feit dat ik stop met dagelijks vloggen. Ik zie het juist weer gewoon als een lekkere nieuwe frisse wind. We hebben het gewoon voor 4 maanden geprobeerd. En nu gaan we gewoon weer iets anders doen. En we gaan er gewoon keihard even hard tegenaan. En ik hoop ook dat jullie mij even hard blijven supporten. Dat zou super dope zijn. Want uiteindelijk is het gewoon een avontuurtje YouTube. En ben je een beetje aan het kijken wat je leuk vindt. Sommige dingen blijven hangen, sommige dingen niet. Dat is gewoon YouTube voor mij dan. Dus ik hoop dat jullie deze video kunnen waarderen waar ik deelde wat mijn gedachtegang erin was. Als het zo is, knal een duimpje omhoog. Het zou super dope zijn. En dan zien jullie mij morgen uiteraard gewoon weer terug elke dag op mijn YouTube kanaal. En hopelijk zie ik jullie ook weer. Tot morgen mensen. Ciao.